15 minuten. En ik kreeg vijf minuten van de voorzitter van de commissie, misschien ook vragen van de leden. En daarna een paar mensen van ons kunnen ook vragen stellen aan de commissie, met name wat is onze verwachting. Ik denk zeer goed om iedereen van ons moeten een kopie van een rapport met de aanbeveling, met de samenvatting, om iedereen moet dit rapport ook aanbieden. Zij het biedt aan de voorzitter en wij moeten bieden aan de leden van de commissie. Dus iedereen moet een kopie hebben van een rapport, aanbeveling en de samenvatting. Dat is goed, wat kunnen we doen? We gaan naar de Tweede Kamer, met de restauratie van de Tweede Kamer kraken om daar te eten. We gaan vragen, we kunnen dat ook bij de restauratie of niet? Dat is moeilijk. Maar als wij... In de hal, meer dat niet moeilijk. Huh? Je kan alleen in de hal gaan, maar je gaat niet naar de restaurant. Oh. De restaurant moet je kamer in je hand. Oh ja. En dan moet je je pasjes hebben. Ja, ja. Goed, betekent of we kunnen. Ja? Je weet niet hoe we dat is nu. Ja, we zijn nog 5 minuten wachten. Even. Ik bedoel, dat is het ook al hier. Ja, maar daar zit ver staan, hè? Ja, maar dan moet je nog daar bij de controle gaan en bij de kosten. Oh ja, klopt, ja, we hebben toch bij de controle alleen materialen te staan, ja? Goed, maar goed, bij iedereen pakt 1 kopie van hem voor de. Oké. Okay. Hey. Dan gaan we beginnen. Kijk even tot wie gaat het aanbieden. Goedemiddag. Hartelijk welkom in de Tweede Kamer. Wij zijn altijd heel blij dat mensen hier de gelegenheid gebruiken om hun visie op zaken kenbaar te maken. Het was ooit de bedoeling dat dit helemaal open zou zijn. Dat het Haagse publiek hier doorheen zou lopen, maar helaas met de veiligheidsmaatregelen is dat geen mogelijkheid. Is dat ook nooit werkelijkheid geworden. Ik geef u graag de gelegenheid om zo de petitie toe te lichten. Maar eerst wil ik even de Kamerleden voorstellen. Als eerste mevrouw Karabunen van de SP-fractie en mevrouw van Miltenburg van de VVD-fractie. En misschien dat er nog wat Kamerleden bij komen, zoals u in gesprek bent. En ik ben de technisch voorzitter, Riet van den Burg van de Commissie Sociale Zaken Wet. Geef graag het woord. Ja, namens de P21 maart zijn wij hier aanwezig. Op 19 maart 2016 heeft de comité 21 maart een demonstratie georganiseerd. Daarvoor is er een actiemaand gaande geweest waarbij wij 18 verschillende bijeenkomsten hebben georganiseerd op het gebied van racisme en discriminatie. Die 18 bijeenkomsten heeft zo'n 70 sprekers aan het woord gehad, waarvan 1100 mensen heeft getrokken. Al die 18 bijeenkomsten hebben wij gebundeld in dit rapport. Daarvan zijn thema's zoals anti-zwart racisme, islamofobie, seksisme, homofobie, onder andere het onderwerp. We hebben aanbevelingen erbij gedaan voor mensen van de Tweede Kamer. Om te kijken van, nou ja, misschien kunnen jullie hier iets mee gaan doen in de toekomst. En we hopen dat jullie hier iets uit kunnen halen. Ik vind dat de leden ook wel voorzichtig blijven. Ja, zeker. Gelukt door iedereen dan? Ja, dat kunnen we. Maar nog andere mensen. Ja. Oh, is Anton. Okay. Mijn naam is Anton Deul. Ik ben voorzitter van het NINSEE. Ik neem aan dat jullie allemaal het NINSEE kennen. Er staat ook een stuk over anti-zwart racisme in dit rapport. En wij willen benadrukken dat de wortels van het anti-zwart racisme met name liggen in het slavernijverleden. En wij denken als het historisch bewustzijn over het slavernijverleden, zeg maar, op grotere schaal plaats gaat vinden in Nederland, dat we dan in ieder geval kunnen duiden waar het anti-zwart racisme vandaan komt. We hebben allemaal natuurlijk gezien
het etnisch profileren van Typhoon, de heftige reacties op het Zwarte Piet debat en ook de heftige reacties op het feit dat Sylvana de politiek in wil. En dat zijn toch signalen waar wij van denken, daar moeten we iets mee. Dus vandaar dat wij dit rapport van harte ondersteunen en graag aan de Tweede Kamer willen aanbieden en hopen dat jullie eindelijk iets gaan doen met de slavernijverleden van Nederland. Dank jullie wel. Maar geef het maar jou. Ja, ja? Nou, ik heb twee. Oh, wat fijn. Nou, jullie krijgen nog meer, hoor. Ja, dankjewel. Ja. Nou, goeiedag, dames. Salaam, dames. Dus, nou, deze meneer. Oh, sorry. Ik moet even voorstellen. Ruud Antonius. Dankjewel. Ja. Tijdens plotseling zie je weer eentje bijkomen. Maar ik ben Ruud Antonius. Ik ben voorzitter van het netwerk Wereldburgers van de FNV. Netwerk Wereldburgers komt op voor de zwakkere in de samenleving. Met name de wereldburgers. Want wij gebruiken het woord allochtoon, dat is bij ons vergif, dat gebruiken wij niet. Wij zeggen wereldburgers, want iedereen is een wereldburger. Waar je ook vandaan komt, welke grens je ook hebt. De grenzen verleggen, we hebben internet, je kan met iedereen contact treden. Maar waar ik uw aandacht voor wil vragen, is discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat is een hot item op dit moment. De school, ook in het onderwijs, druipt het door, omdat de schooladviezen die worden gegeven aan mensen met een niet-witte huidskleur, zijn altijd meestal negatief. En dat zuig ik niet uit mijn duim, maar dat hebben we onderzocht. Ja, als FNV hebben we daar een onderzoek aan ter grondslag gebracht. Wij proberen ook de jeugdwerkloosheid onder de wereldburgers te bevorderen, zodat we helpen ze ook, we geven ze loopbaanadvies. We zorgen ervoor om te kijken dat ze een plaats krijgen, een stageplaats, zodat ze in elk geval zich kunnen bewijzen bij de werkgever. We hebben ons aangesloten bij het UWV om te kijken als we daar een banenmarkt kunnen organiseren met werkgevers en jongeren die net van school komen. Dus wij hopen dat uw Kamercommissie en natuurlijk de Kamer de minister zoveel zal krijgen om discriminatie op de arbeidsmarkt van tafel te halen. Dank u. Dank u wel. Ja. Ik mag nog even wat zeggen. Als dame in het gezelschap. Ik ben jongeren. Ja. Ik ben Dunja Jari. Ik ben medebestuurslid van Stichting Maroef. Dat is een kennis- en expertisecentrum voor moslim-LHBTI's. Wij hebben heel erg te maken met de intersectionaliteit van onze identiteit. Dus niet alleen zijn we LHBT, we zijn ook nog moslim, we zijn ook nog van kleur. En zoals ik vaak ook nog vrouw. Dus het bewustzijn van die intersectionaliteit is heel belangrijk. En daarom hebben wij ook meegewerkt aan dit rapport. En wij hopen van harte dat jullie hier veel meer mee kunnen doen. Ja. Dankjewel. Nu ben ik aan de beurt. Ik wil eerst u bedanken. Mijn naam is Mustafa Ayran. Ik ben voorzitter van de Turkse Arbeidsvereniging in Nederland. Wij maken wel zorg dat nu op dit moment in onderwijs, in discriminatie van onderwijs, discriminatie van arbeidsmarkt, over de migrantenjongeren. En op dit moment bij de migrantenjongeren 38% tussen de leeftijd 16 en 24 werk wordt, 36% zonder diploma die heeft het onderwijs verlaten. En die kinderen die zijn van onze kinderen, die zijn toekomst van deze land. Als we op die manier doorgaan, als in deze kamer van de als er geen maatregelen genomen zijn, dat hebben wij echt verloren de generatie. Mijn zorg en mijn verzoek is aan de Kamer. Ik wil graag dat jullie wat doen. Morgen wij zijn te laat. Morgen echt wij zijn te laat. Dat groeit het radicalisme, dat groeit de discriminatie in onze samenleving en dat groeit de islamofobie. En ik wil graag dat jullie echt daar wat doen. Dat is van onze verwachting van deze Kamer. En ik hoop dat was iets wat hier gebeurd is. Anders, ik krijg een spijtwijn. Ik wil graag dat jullie ook geen spijtwijn hebben. Bedankt. Nou, willen zij nog even wat zeggen? Misschien even wat ruimte maken? Komen wij een beetje naar u toe? Ja, een beetje. Dat, nou, nogmaals, dank u wel van uw tijd. Wij zijn hier gekomen over de minderheden te praten en vooral mensen met beperking. Beperking is wel universeel en wij maken het gewoon of we hebben het gewoon moeilijk. Dus
obstakels boven obstakels van discriminatie tot geen inclusie. Dus als wij hebben over het algemeen. Maar ja, als wij ook hebben over migranten met beperking, dan hebben zij ook zwaarder. Ik zeg altijd, als je migrant bent en gehandicapt raakt, dan ben je gewoon 2, 3, 4 keer gehandicapt. Dus om deze mensen dat stukje zelfredzaamheid te geven, is een lange weg. Maar ja, ik zie gewoon dat jullie gewoon willen zijn en uw oren ook aan ons gewoon geven om naar ons te luisteren. En wij hebben dit in dit rapport ook gebundeld. Ik hoop dat jullie ook voor deze deel van gehandicapten zijn en vooral migranten in het bijzonder, ook dat daar zullen bewaken. En ons groot dank. Mijn collega gaat het ook aanvullen. Nee hoor, ik heb er niets aan toe te voegen. Ja. Nou ja, ik dank jullie gewoon van harte. Namens alle gehandicapten. En in het bijzonder migranten met beperking in hun familie. Het comité is een brede samenwerking. Dus wij hebben zich gebonden door dit rapport. Dit rapport ziet ongeveer 10 aanbevelingen. Die 10 aanbevelingen gaat over alles wat nu speelt in de Nederlandse samenleving. De angst, de groeien van de intolerantie, de discriminatie richting moslim, homo's, vrouwen, handicaps. Wij hopen in de commissie, omdat jullie hebben al rond de notitie van de minister over discriminatie. Voor ons dit notitie is helemaal niet voldoende. Daarom wij hebben die toevoeging heel concreet. Wij hopen voor de nieuwe verkiezingen dat de commissie kan serieus een gesprek te voeren met ons beweging rond de aanbeveling van jullie notitie, ook ons notitie. Wij hopen ook binnenkort de verkiezingen. Wij zijn echt bezorgd over het klimaat in de Nederlandse samenleving, om de groei van hitte tegen de anderen. Wij hopen dat de overheid in het parlement moet ook een heel duidelijke visie over hoe zien jullie de verkiezingen voor komend jaar. Gaat een verkiezingen waar centraal racisme plaatsvinden of centraal moet de binding van de hele samenleving. En voor ons ook, wij gaan via jullie, wij dus ook een oproep aan jullie politieke partij. Alsjeblieft, doe maar een campagne gezond. Een campagne die denkt aan de hele samenleving. En de campagne die heeft geen kans aan racisme in de Nederlandse samenleving. En wij hopen, misschien komt wat. En wij blijven jullie te volgen. Wij gaan ook een hele campagne, actief campagne, rond de verkiezingen om te volgen, elke partij, hoe gaat het met ons aanbeveling, hoe gaat het ook met de scoren, dan moeten al die kritjes teruggaan in de verkiezingen. Wij gaan roepen, stel voor de partij die antiracisme voor Nederland samenlegt. Dank u wel. U hoort een lange indringende bel, dat betekent dat we moeten onder een vragenuur daar begint. Een aantal collega's moeten daar naartoe. Ik ga helemaal dinsdag altijd. Ik zou u heel hartelijk willen danken voor het rapport. Ik dank u ook namens de collega's voor het samenwerken daarin. U heeft het allemaal kort en bondig toegelicht. Dank daarvoor. En als er nog tijd is voor een gesprek met de collega's, ik weet niet of zij nu naar het mondelinge vragen moeten. Maar anders kunt u even aanspreken. Maar als voorzitter van de commissie zullen wij het ook naar alle collega's sturen die niet aanwezig hebben kunnen zijn. En die krijgen dus ook een rapport. Dank u wel. Als u het komt goed. En anders kunt u me op de mail zo. En wat we in ieder geval gaan doen, ben jij het vast over eens, is dat we ook een reactie van het kabinet op dit rapport gaan vragen. Ja. Wij krijgen de staan en op de aanbevelingen. Exact. Ja. Er staan nog verschillende debatten over racisme en discriminatie gepland. Dat is een hot issue, dus daar raken we gelukkig niet over uitgesproken. Als dan die reactie er is, samen met onze eigen reacties, zullen we dat ook weer in de Kamer bespreken. En dan hoop ik dat jullie er allemaal weer zijn in alle diversiteit. Ja, dank u wel. Dank u wel. Mag ik even een foto met de commissie maken? Mag dat? Ja. 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 Ja.
bij Oesha.